Hey, leuk dat je er weer bent. Welkom bij de video. De video's worden tegenwoordig telkens maar spannender en er gebeuren alleen maar gekke dingen. Dus check zeker even of je geabonneerd bent. Kleine moeite. Verder wil ik zeggen, let goed op tijdens de video. Er worden veel namen genoemd, er worden veel andere dingen gezegd. Dus let goed op. En verder natuurlijk alleen veel kijkplezier. Willem heeft eens even wat onderzoek gedaan met Piet. Er is namelijk vandaag een belletje vanuit een anoniem nummer geweest. Naar jou. Naar mij? Ja, ik weet welke je bedoelt. Met het zware stemmetje. Ja, met het zware stemmetje, met de stemvervormer. De stemvervormer, ja. Ja, daarbij heeft Willem het fragment bemachtigd. Oké. Daarbij heeft Willem dus de pitch lager, of hoger gezet. De pitch is hoger gezet, oké. Absoluut. In het bestand klink jij als een baby, maar nu hebben we wel de stem. We hebben de stem van degene die mij telkens, die voor de Riddler zou werken, of die de Riddler laat werken of zo. Wat was het? Wij denken dat dit de opdrachtgever is. Oké, goed luisteren. Ik luister. Hallo, wat is het? Je hebt iets nog te doen. Ja, ik weet het. Ik heb jou geprobeerd te bereiken, maar... Ik ben niet de Riddler. Ja, jij bent niet de Riddler. Dat is de stem. Dat is de stem. Ik herken hem niet. Het is niet een bekende stem voor mij. Het leuke is... Willem wel! Is het een bekende stem voor jou? Absoluut. Je weet wie het is? Ja. En wie is het? Het is Benjamin Sinclair. Hey! Zeg het eens. Kan jij afspreken met mij en Willem, met z'n drieën? Ja. En meer niet eigenlijk? Waar? Of ergens anders? De garage waar jullie voor het eerst afspraken. De garage waar we voor het eerst afspraken? Ondergronds. Ondergronds. Weet je nou wat ik bedoel? Oké, Piet. Ja. Willem en ik hebben allebei individueel contact gehad met de Riddler, één op één. Ja. Absoluut. En er is zeg maar nog een persoon bij betrokken die waarschijnlijk de Riddler in opdracht heeft gezet. Dus Riddler doet dit allemaal in opdracht van. Mm-hmm. En we zijn erachter gekomen dat het van... Benjamin Sinclair komt. Maar... Daar ben je heel zeker van dat dat Benjamin Sinclair is. We hebben het gedecrypt. En dat houdt in dat we de stem hebben verhoogd. En daarmee zijn we op zijn stem uitgekomen. Ik ken hem niet, maar Willem die kent Benjamin hem. Benjamin zijn stem. En hoe ben je zeker dat hij het is? Er is maar één iemand in de stad met zo'n stem, beste. Ik ken hem niet verder. Willem die zei dat het Benjamin Sinclair zou zijn. De naam ken ik niet. Maar hij kent hem. Echter kent Willem zijn zus wel heel goed. Lausanne Sinclair. Lausanne Sinclair. Ja. Ik heb ook een plan bedacht hoe ik het met de Riddler kan gaan doen. Want hij heeft me... Mm-hmm. Ik heb weer contact met hem gehad. En hij heeft ook een andere guy. Die was erbij. Die had ook een gun. Dus ze zijn sowieso met meerdere guns. Maar het gaat hem niet om het geld. Het gaat hem echt om de chaos die ik zou veroorzaken in de groep, weet je. Mm-hmm. Als ik geld van jullie steel. Mm-hmm. Maar ja, hij wil echt dat het snel gebeurt. En ik kan het dan niet doen, maar dan ben ik dood. Dat weet ik zeker. Dan ben ik dood als ik het niet doe. Dus ik had gedacht, als ik nou, of het nou uit mijn eigen zak is, maar gewoon 10k aan hem geef. En dat ik dan, of dat althans dat jullie daadwerkelijk boos op mij zijn. Misschien zelfs een keer in mijn voet schieten of zo, weet ik veel wat. Om het echt realistisch over te laten komen, weet je. Mm-hmm. Alsof ik geld voor jullie gestolen heb. Dat jullie me niet doodmaken, maar gewoon echt me even tijdelijk gebanished hebben, weet je. Mm-hmm. Dan heb ik even wat tijd gewonnen. En misschien is dan een gedeelte van het probleem al weg. En kunnen we een beetje vertrouwen winnen van de Riddler, want hij doet het in opdracht van. Ja. Dat leek mij een goed plan. En de enige die ik op het moment echt vertrouw, ben jij en Willem. Ik vertrouw, want ik weet niet of Willem dat mocht vertellen. Wat heeft de Riddler tegen... Hoe zijn we zeker dat het überhaupt Benjamin is? Nou, daar ben ik niet zeker Benjamin, van. Maar ik ben 100% zeker dat Riddler... Wat heb je gedecrypt? Wat is er gebeurd? Want ik weet van niks. Een telefoontje is er naar Marcus gegaan. Daarbij is er een zware stem. Die hebben wij gedecrypt met de pitch verhoogd. Waarschijnlijk voice changer, ja. Ja, een voice changer inderdaad. En nou heeft Willem ervoor gezorgd dat de stem eruit kwam. De normale stem. Ja. En dat was die van Benjamin Sinclair. En dat is Benjamin Sinclair. En hoe zijn we zeker dat Benjamin Sinclair... Ik niet. Willem wel. Het meesterbrein achter deze operaties. Dat weet ik. Benjamin Sinclair is geloof ik 100%, want die kerel heeft een stem, dat onderscheid je wel. Hè? Maar hoe zijn we zeker dat hij de opdrachtgever is? Dat weten we niet. We weten dat de Riddler een opdrachtgever heeft. Die guy die heeft mij gebeld en zei dat hij samenwerkt met de Riddler. Dus dat is de link die wij leggen, zeg maar. Als wij Benjamin Sinclair kunnen pakken, dan hebben we al een grote stap gepakt naar de Riddler toe. Maar dan moeten wij op één avond heel veel acties uitvoeren met meerdere verschillende teams als wij ooit de Riddler fatsoenlijk willen pakken. Ja, maar willen we de Riddler pakken? Is hij niet juist een goede, zo goed persoon om als vriend te houden? Ja, dat zeker. Het is een goed persoon om als vriend te houden, maar dan moeten we kijken naar zijn opdrachtgever. De Riddler heeft echt meerdere malen tegen mij gezegd dat hij dit voor iemand doet.
En dat het hem ook niet om het geld gaat, maar om de anarchie, zeg maar, ervan. Anarchie, oké. Okay. Hij wil echt gewoon chaos saaien en hij wil dat wij boos worden, Waarom zit jij er dan in? Omdat hij dat via mij doet. Hij wil het via mij veroorzaken. Okay. Hij wil zeg maar zorgen dat ik geld van jullie steel en dat aan hem geef. Het gaat hem niet ook niet om het bedrag. Het gaat echt om het feit dat ik wat van jullie steel, waardoor er de ruzie en chaos kan ontstaan. En hij zorgt voor dat, kijk bijvoorbeeld nu. Het is hem gelukt. Ik vertrouw niet iedereen meer op het moment. Omdat Willem, hij heeft ook met Willem contact gehad en heeft hij ook allemaal gekke shit verteld. En ik weet nou niet wat waar is en wat niet waar is. Wat is er gebeurd? Willem heeft gezegd dat... Ja, dat meeste mogelijk nog leeft. Wat? Ja. Ja. Die heeft een kogel door zijn achterhoofd gehad. Ja, maar hij zei het. Ik heb die kerel letterlijk laten bekijken door de surgeon. De kans dat die kerel leeft was letterlijk nul. Ja, maar hij zegt het toch, dus we moeten hoop houden. Ja, maar Willem heeft ook... Ik heb geen idee. Iets te maken met... Oh, hoe noemt dat? Die drugs. Titan. Dat. Ja, ik heb het ook gehoord van Willem. Kan het iets met Titan te maken hebben, de drugs? Dat hij daardoor heeft overleefd? Het is sterk. Oh man, ik snap het allemaal niet meer. Maar hij heeft ook gezegd dat Jerry en Samuel loose cannons zijn. Of gewoon losse kanonnen. En dat je op moet passen voor hun. Maar ja, misschien is dat ook alleen maar chaos zijn. Want hij heeft tegen mij gezegd dat hij echt chaos wil zijn. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Daarom had ik als idee om nep onrust te zaaien. Ja. Via mij, met jullie, dat ik geld voor jullie steel. Ja. Dan heeft hij wat hij wil, maar het is niet echt, weet je. Dan faken we hem gewoon. Mm-hmm. En dan krijg ik misschien zelfs vertrouwen van hem. Ja, ik kan je 10.000 euro naar je mouw toeschuiven. Ja, doe maar. Ik wil het ook zelf doen. We kunnen ook 50-50. Ja, dan moet je alles wat je ook maar kan observeren, meenemen, opslaan. Ik zou echt proberen te onthouden. Maar echt onthouden. Ja. Gewoon dat wat hij zegt en wat misschien belangrijk kan zijn, dat onthouden wordt. Oké, okay, prima. Nee, ik kan wel even kijken of ik, als ik het geld heb, als jij maar gewoon het geld geeft... Zorg gewoon dat ik contact met hem opneem. En dan regel ik het gewoon gelijk. Ja, het is, we moeten beginnen met een plan, sowieso. Ja. Bel hem. Nu, maar ik wil eerst het geld hebben, denk ik. Dat is ook niet zo. Ik moet het geld hebben. Ik ga niet zeggen van, ik ga nu het geld stelen, weet je. Daar stap ik al bij Vita. Gaan we rijden. Oh. Stap op. Oké, we gaan nu het geld ophalen. Ik denk dat ik dan ook even 5.000 euro pak. Ja, van een bedrag van 15.000 euro. En moet ik het dan geleend hebben? Of dat ik zei dat ik een lening voor je wil voor een auto of zo, weet ik veel wat. Ik zou gewoon zeggen, ik heb stolen. Stolen uit de pot, dan echt voor de chaos, weet je? Ja, dikke vloes. Lekker mee gokken. Ja. Oké, top. Dan moet ik nu even naar de garage en dan mijn eigen auto. Ik hoop dat het goed komt, ik weet het niet. Ja, ik denk als ik het geld heb, ik neem aan dat hij niet dat denkt, nu heb ik je niet meer nodig, schiet je dood, weet je? Dat neem ik aan van niet. Het zou me verbazen dat hij dit allemaal opzet voor 20.000 euro. Nee, het ging hem niet om het geld. Het ging hem echt... om de chaos die het veroorzaakt. Het feit dat ik wat voor jullie stil, weet je? Oké, jongens, ik ga de Riddler nu bellen. Het is zover. Ik bel de Riddler. Ik zeg dat ik mijn auto pak, dat ik het geld heb. Goedemiddag. Ik heb wat geld. Goed, je hebt het geld. Dat klinkt goed. Zou je op dit moment bereid zijn om dat af te leveren? Ja, ik heb het ook echt op zak op het moment. Okay. Althans, in de auto liggen. Duidelijk. Even denken hoor. Weet je waar de kippenfabriek is? Kippenfabriek? Niet dat uit is helemaal bovenin. Oké, even kijken. Polito. Eventueel kunnen we ook in de stad. Ja, doe maar in de stad. Dat is wel wat makkelijker. De haven, wat dacht je daar zo van? De haven is prima. Welk gedeelte? Oké, ik ga even checken. Doe maar bij het havenkantoor. Dat is de oranje truck. Oké, dan kom ik daarheen. GPS. Ik zal er zijn. Oké, prima. Ik ben er over 10 minuten, 5 minuten. Dat is gewoon zo snel mogelijk. Tot snel, meneer Van Plattens. Tot snel. Oké, jongens, we gaan naar het havenkantoor. Daar hebben we met de Riddler afgesproken. Ik heb wat geld. Ik ga zeggen dat ik het gewoon genakt heb van Piet. En zo, we zijn... hoor je mij in de Porto, Willem? Willem hoort. Wat is de locatie? Want als er iets gebeurt, dan kunnen we altijd... Het havenkantoor. Dat is toch bij de gele truck? De oranje truck. Ja, havenkantoor. Ja, ik ga naar de havenkantoor. Ga ik toe. Staat ook op de map gemakje. Ja, daar ben ik nu wel onderweg. Dan zijn wij in de buurt, wanneer er iets gebeurt. Oké, jongens, het is spannend. We gaan nu echt daarheen. We gaan nu echt richting de Riddler. We hebben 15.000 euro op zak. Ik ga zeggen dat ik het gestolen heb van de groep uit de kluis. Dat we een kluis hebben daar. Terwijl er niemand was, want niemand was in het ganghuis. Daar heb ik de 12 of de 15.000 euro heb ik gestolen. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Hoe ik dat kan doen. Oké, jongens, we zijn er. Ik ben benieuwd of de Riddler er al is. Ik heb een koffertje met geld heb ik bij me. Daar heb ik gewoon 15.000 euro in gedaan. Ik zal hier met hem afspreken.
een beetje een open plek, vind ik. Maar eigenlijk is het voor mijn gevoel kies je ook niet hele afgesloten plekken of zo. Dat valt echt wel mee, hoe hij dat doet. Oh, wat is dit? Oh, waarschijnlijk is dit niet de Riddler zelf die die in heeft gehuurd voor je voor. Goedemiddag. Jij kon neem ik aan het geld aannemen. Oké. Okay. Geld graag. Ja, dat ga ik je geven. Hij wil het geld graag. 15.000 euro geef. Lees die een boek. Dat was hem. Ik heb zojuist 30.000 euro teruggekregen. En nu loopt hij weer weg. Oké, nu snap ik er helemaal niks meer van. Ik ga hier vandoor nu. 30.000 euro teruggekregen. Hij gaat er ook... Wat was het ook voor gast? Wat heeft die gast voor contacten? Oké, ik moet nu daadwerkelijk naar de gang. Want nu snap ik er helemaal geen reet meer van. Dat ik hiervoor geld heb gekregen. En ik word gebeld door de Riddler. Goedemiddag. Je hebt me helemaal van de kaart gekregen. Ik heb geld. Hoeveel was dat? Ik gaf 15.000. Okay. Want dat is wat ik kon pakken. En ik heb 30.000 terug. Het dubbele heb ik teruggekregen. Dat is inderdaad wat ik mijn compagnon had opgedragen. Maar hoezo krijg ik nou geld? Omdat wie met mij werkt beloond wordt van plakkers. Oké. En die compagnon van jou... Want het is een vaag type. Ja, dat had ik door. Dus, een oorlog laten taalhouden. Wat nu? Nu zul je moeten wachten op de volgende instructies. Ik krijg nog meer instructies, het is niet klaar nu. Ik weet het niet, wilt u dat het klaar is? Ligt eraan wat ik nog moet doen. Vertel, wilt u dat het klaar is? Nee. Oké. Nee. Kijk, dat is mooi. Zal ik u eens iets vertellen? Ik ben hier al een jaar. In dat jaar ben ik 1 keer gepakt. 1 keer ben je gepakt. En toen ben ik uitgebroken. Mijn doel is altijd geweest om corruptie aan te kaarten in het korps. Oké, dus jij wil gewoon corruptie hebben bij de politie en dat soort onzin. Vroeger, nee, niet hebben. Ik wil het vermijden. Je wilt vermijden? Ik heb ook bij de politie geweest. Wist je dat? Jij bent bij de politie gewerkt? Ik heb 2 maandjes gewerkt. Wat is jouw... Mag ik jouw naam weten? Is dat een ding? Noem maar Edward. Edward. Maar jij wil dus wat goeds eigenlijk zo. Willem Amakkes. Dat was de porto. Totdat... Ik kan niet Willem opnemen. Het korps me mentaal compleet de grond intrapte. Die heeft jou mentaal de grond ingetrapt? Positief. En toen heb ik op de werkvloer collega's vermoord. Okay. Maar iedereen die ik ooit door zijn hoofd heeft geschoten, heeft het verdiend. Wist u dat? Ja, dat geloof ik al. Ik ben niet een man van... Nee, dat geloof ik serieus als je dat zegt. In principe geef ik de politie alle kansen om de mensen die ik ontvoer te redden. Maar de reden dat ik u dit vertel is omdat ik vind dat de corruptie redelijk is opgelost. Inmiddels. Het is nog niet optimaal, maar... Er is bijna geen corruptie meer tussen de politie. Nou ja, het is er nog wel, maar ja, het maar is minder. Momenteel te handhaven. Maar wat heeft dit te maken met het feit dat ik die chaos moet veroorzaken? Dat ik nu over ben gestapt naar de criminele kant. Want mensen beschouwen mij als een crimineel, maar ik zie mezelf als een artiest. Als een artiest. Ja, maar dan snap ik nog steeds de link niet naar het feit dat je de groep chaos wil hebben, dat bedoel ik dan meer. Omdat darkness niet volgens de ethische wetten werkt. En jij, het is bij jou vooral ethisch? Nou ja, criminelen hebben toch een bepaalde code waar ze zich aan moeten houden in principe. En de darkness is die code langzaam afgestruind. En ik wil dat oplossen. Maar... Darkness is momenteel de allergrootste groepering. Naast natuurlijk de black market, maar dat is een ander verhaal natuurlijk. Jij wil eigenlijk dat het oplost, die groep, dat het niet meer bestaat. Dat hoeft niet, maar ik wil dat degene die het verpesten... De rotte appels wil je eruit hebben. Precies, en ik kan helaas niet vertellen wie dat is. Ja, dat dacht ik. Ik wilde al vragen wie, maar ik dacht dat ga je niet vertellen. Dat kan ik helaas niet zeggen, maar ik kan in ieder geval vertellen dat u dat niet bent. Dat dus... ik wel ethisch werk, volgens jou? Nou ja, u heeft toch een bepaalde code. U bent niet zo van het compleet willekeurig iemand ontvoeren en vervolgens geld... eisen van diegene. Ik snap je punt waar je vandaan komt.
En dat is een beetje wat ik probeer te bereiken. En ik heb u daarvoor toen de tijd uitgebroken, omdat ik u al een tijdje in de gaten heb gehouden. Nou, mijn compagnon in ieder geval. En jij zei dat er ook meerdere in mijn groep zijn, die, zoals ik bijvoorbeeld, die... Ja, natuurlijk. Die helpen jou ook. Zeker. Zeker nog, dit probleem is bij mij redelijk aangekaart door iemand uit de groep. Door iemand uit de groep? En jij gaat natuurlijk niet vertellen wie dat is. Nee. Dat dacht ik al. Dan zou je dat natuurlijk door vertellen aan de rest van je groepje. Want ik weet dat je nog redelijk... Ik weet het nog niet zo. Sorry? Moet je mij nou vertrouwen? Dat is de vraag. Ik heb gedaan wat je zei. En er is geld geleverd. Ik weet niet of Toos nu... Toos heeft inmiddels nog 7 vingers, maar ik denk dat hij wel vrij uit kan. Zeker. Hij kan wel vrij nu, je kan hem wel loslaten. Zeker. Meneer Verplakkers, ik wens u nog een hele fijne avond. Wie weet tot snel. Oké, jongens, we hebben heel lang gesprek gehad met hem. Ik ga de porto aanzetten. Max aan Willem. Max aan Willem. Hoort iemand mij via de porto? Hey Willem. Ja? Ik ben terug, althans. Je bent terug. En er is van alles gebeurd. Ik heb nog meer informatie en nieuws en weet ik veel wat. En ook een soort geruststelling idee heb ik. Mm-hmm. Maar ik denk dat we het niet via de telefoon moeten bespreken. Dus ik weet niet of je af kan spreken. Willem kan afspreken, absoluut. En kan Piet daarbij zijn? Piet kan erbij zijn, absoluut. Ik heb het dubbele teruggekregen. Je hebt het dubbele teruggekregen? Ik heb het dubbele teruggekregen van wat ik aan de Riddler heb gegeven. Overigens was de Riddler het niet zelf. Hij doet alles via. Wie was het dan? Ja, ik dacht echt dat ik dood ging. Ik dacht dat er een zombie voor me stond. Maar Willem, ik heb het even op mijn bank gezet. Krassen. Wat is het druk hier met politie? Ik kom overal politie telkens tegen. Dus misschien handig als wij even afspreken. Ik weet niet waar je wil afspreken. Pakhuis misschien. Moet je Piet ook even bellen. Pakhuis? Ja, ik rij wel richting het pakhuis. Oké, we zijn bij het pakhuis. We zijn bij het pakhuis aangekomen. Ik zet hem even hieronder hoor, puur omdat de politie een beetje in de buurt was. Willems auto staat er ook al, die heeft hem ook uit het zicht gezet. Dus laten wij snel naar binnen gaan om even te kijken. Willem is waarschijnlijk aan het naaien, zal me niks verbazen. Niet eens, misschien dat Piet hier is, ik kan wel even kijken. Zou Piet er inmiddels ook zijn? Nee. Ja. Hey. Gegroet. Ik heb met hem afgesproken. Oké. Eigenlijk is het best wel, ik heb niet echt met hem afgesproken. Er was een of andere maat van hem. Hij had hele rode ogen, hij was aan het kreunen, hij legde een brief neer omdat hij waarschijnlijk niet kon praten. Dat ik het geld moest geven. En vanaf het moment dat ik het geld gaf, kreeg ik het dubbele terug. Ik heb het dubbele teruggekregen. Dubbele? Dus je hebt 30.000 euro? Ik heb 30.000 euro. Ik heb het gelijk op de bank gezet, puur uit veiligheid, weet je. Jullie, als ik Piet zo krijg natuurlijk gewoon 20.000 terug en ik gewoon 10.000. Dat maakt niet uit. Pak die 20k, maar dat maakt niet uit. Ja? Hey, Willem is fucking broke. Willem ook. Ja, maar jij hebt niks ingelegd. Ja, gast. geef hem die 10k van mij, maar dat maakt niet uit. Ik stapte in mijn auto en 10 seconden later kreeg ik een belletje van hem. Vragen of het allemaal gelukt was. En toen heb ik echt een lange conversatie met hem gehad over waarom hij dit doet. Zijn verleden en zo, weet ik veel wat. En ik denk, hij heeft niets tegen de gang zelf, maar weer wat tegen mensen. Hij wil niet dat de gang specifiek... Wie? Ja, dat zegt hij natuurlijk niet. Dat vroeg ik aan hem, maar hij zei, dat ga ik niet zeggen. Maar hij is even wat tegen rotte appels uit de groep. En het gaat bij hem om ethische dingen. Dus dit is lastig, het is een lastige zaak. Zeker. Maar hij zei letterlijk van als je nu klaar wilt zijn, ben je klaar, weet je. Maar ik denk dat hij dan op een andere manier terugkwam. En ik dacht, nu we eenmaal een beetje vertrouwen hebben, zei ik van nee, ik wil meer. Ik zei dat ik meer wil doen voor hem. Puur omdat we nu een stabiel iets hebben, weet je. Dat komt via mij. We zijn nu al bezig, want anders zijn we bij nul, weet je. Als ik zou zeggen, hey, nee, ik kon nu eruit. Ik kon vrij nu gaan, ik kon gewoon klaar zijn met dit gekloot. Maar dan hebben jullie een probleem, of weet ik voor wie dan een probleem heeft. Dat is waar. Dus dat doet hij zeker. Het leek mij het beste om het op deze manier door te zetten. Maar ja, Piet, wat vind jij ervan? Het is raar. Geld was het probleem niet bij hem. Nee, dat merken we. Dat merken we totaal. Hij geeft het dubbele en geeft hij terug. En daardoor zei hij iemand uit onze groep heeft hem eigenlijk gevraagd om dit te doen. Omdat hij vond dat er niet goed gewerkt werd in deze groep. Hij heeft niks te vinden. Ja, maar iemand uit onze groep vindt dat wel. En dat is dus een probleem. Wie is die? Wie uit onze groep? Uit onze groep? Hij kan het zomaar zeggen. Maar wie uit onze groep zou het dan kunnen zijn? Wie kunnen we nog meer vertrouwen? Bert kunnen we vertrouwen. We kunnen dinges vertrouwen. Mees kunnen we vertrouwen. Willen we jullie bij betrekken, Mees en Bert? Of we die hierbij willen betrekken is een andere vraag. Of dat we ze kunnen vertrouwen, dat is een feit. Ja, vertrouwen dat sowieso. Maar het is alleen maar meer mensen die dan weten dat bijvoorbeeld ik het doorspeel. Het kan natuurlijk ook Mason zijn, hè? Dat Mason toch echt nog leeft en hij gewoon de opdrachtgever is. Maar als er iemand niet ethisch werkt, is dat toch Mason? Eén ding is zeker. Mason, die was dood. Die is door zijn kop geschoten gaan. Maar die is door zijn kop geschoten. Willem heeft mij allemaal dingen verteld over een Titan-drugs.
Daardoor word je gewoon onmenselijk, zeg maar. Dan moet hij uit zijn graf zijn gehaald. Nou, ik dan moet ik wel zeggen, hij is begraven. Net echt een zombie. En ik heb hem nog door onze privédokter, om het zo te zeggen, laten onderzoeken. Daar heb ik zelfs nog een mobiel MRI-apparaat voor gestolen. Dus hij is echt dood verklaard. Die was dood. Dat was niks meer. Dat was niks meer. Oké. Okay. Ik heb net wel echt een zombie-figuur gezien. Ik denk niet dat het Mason was. Maar ik weet het niet. Ik hoop in ieder geval niet dat dat Mason was. Want dan is het echt niet goed net. En dan wil je hem niet meer zien, zeg maar. We kunnen gaan kijken bij het graf van Mason. Ja, ik was niet bij die begrafenis. Dat vind ik wel erg jammer. Ja, ik ken Willem wel. Kunnen we even langs? Ja. Ja? Je weet wat een begraafplaats is, of niet? Ik volg jullie wel. Als het open gegraven is, dan weten we genoeg. Dan is het lichaam gepakt. Ik ga wel even kijken, ja. Maar hoe was die begrafenis? Emotioneel. Ja, was emotioneel, hè? Ja, ik was er niet bij, dat vond ik wel jammer. Oh, nee. Oh. Het is opgegraven. Is dit hem serieus? Ja, het is opgegraven. Hier lag hij. Hier lag hij echt. Jullie weten het 100% zeker? Hier lag hij oprecht. Weet Willem voor 100.000 euro zeker. 100.000 euro zeker dat hier Mason lag, in dit graf? Ja, 115.000 euro. Ja, dan kan het serieus dat ik... Ja, nee. Ik ben nu echt helemaal met mijn hersenen. Ja, ik weet niet of jullie... Of dit is, zeg maar, het goed dat Mason misschien leeft. Maar op wat voor manier is het, zeg maar, niet goed. Ik zit te denken. Ik weet niet. Kan het... hebben wij hier gestaan? Ja, ik was absoluut, er niet bij. Absoluut, Willem nog een foto. Ja, jongens, dan is hij echt opgegraven. Dan is Mason echt opgegraven. Oké. Okay. Verdraaid. Dit, dan moeten we nu wachten. Ja, ik vind het vooral gek dat ik net een zombiefiguur mee tegenkwam. Dat vind ik, denk ik... Nou, ik hoop het niet, jongens. Ik hoop het echt niet. Ja, kijk, hij moet jouw wapen niet mee. Ja, ja, maar dat zegt, misschien ben jij wel een van de rotte appels, hè? Ja, ik hoop het niet, eigenlijk. Ik weet het niet. Het zijn rotte appels. Ik denk dat Willem het ook niet is, want Willem is hier mijn vriend mee. Rick zegt hij ook dat hij mijn vriend mee is. En Rick heeft al vaker contact met hem gehad. En een keer samen met Mason hebben ze contact gehad met z'n drieën. Maar ik denk dat de volgende stap die we moeten nemen is Redrum ontmaskeren. Redrum, degene die Mason heeft vermoord. Ja. Want volgens mij weet Redrum meer over de Riddler. Die weet er meer over, ja. Denk ja. ik. We hebben meer allemaal nodig. Op papier zetten. Hey, dan Willem, rij jij met me mee. Geef ik jou nog even wat geld. Hoppa. Hey, dan ga ik er vandoor. Dat is goed. Ja. We spreken jullie later. We houden even contact. Zorg dat we niet te veel door vertellen aan de anderen. Je kan Mees, wat je vertelt, en Bert wel vertrouwen. Ja. Maar Rick... Gaat het voor nu stilhouden. We houden het gewoon even stil. Hou het gewoon stil. Precies. Hou het onder controle. Er is niks. Gewoon niks zeggen. Nee, niks zeggen erover. Dit gesprek heb ik gewoon niet plaatsgevonden. Hé hey, jongens, ik spreek jullie. Yes. Ja. Tot ziens. Oké, jongens. We gaan er vandoor. We gaan er vandoor. Ik ga de auto in de garage zetten. Want ik vind het helemaal niks wat hier allemaal gebeurd is. Dit is echt helemaal niks. Maar ook wel weer heel interessant. Dus laat even zeker weten wat jullie denken. Dat hier allemaal gaande is. Als jullie je eigen theorieën hebben, weet ik wat. Vind ik altijd leuk om te zien. Ik zag ook onder mijn... dat ik mijn pistool heb gekocht video, zag ik ook. Allemaal theorieën. Ik heb hem nog niet gebruikt, het pistool. Maar is ook in principe nog nergens voor nodig geweest. Dus dat is een ding. Verder wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Doe allemaal even een duimpje omhoog. Abonneer allemaal even. We zitten heel close op die 100.000 abonnees nu. Dus check zeker even of je geabonneerd bent. En dan spreek ik jullie allemaal later. Laat allemaal je theorieën achter. En het is allemaal erg gekke shit. Dus... Doei.